Koekoek, ja, daar is hij dan eindelijk, de AirTag. Of, nou ja, wacht. Hey, Erwin hier van Bright. Nou, vanaf vandaag vooruit te bestellen, Apple's lang verwachte AirTag. Ja, hang hem aan je sleutelbos, stop hem in je rugzak, naai hem in een knuffel. De kans is vrij groot dat je nooit meer iets kwijtraakt met deze objecttracker. Groter in elk geval dan welke andere tracker. Ik heb ze net binnen, dus we gaan een ouderwetse Bright uitpakparty doen. Kijk, dit is de 4-pack. Hij komt per stuk of per 4 in verpakking. Ja. Oké. Oh, ja. Oh, zo ziet dat er wel uit. Hoekje erbij. Oké. Ik ga er eens in pakken. It's alive. Nou, dit is hem. Een soort knoop. Jasknoop bijna. Kijk, ik heb hier een 2 euro stuk. Nou, hij is iets groter. Hij weegt trouwens 11 gram, dus ja, licht, je voelt wel wat. Per stuk kost hij dus 35 euro en zo'n 4-pack is 119 euro. Nou, dat valt mij nog best mee voor Apple begrippen. Zoals je ook meteen ziet, er zit geen oogje of een gaatje in. Dus als je hem echt ergens aan wil hangen, ja, dan moet je een accessoire kopen. Ja, die accessoires, zeker die van Apple zelf, die zijn dan weer wel prijzig. De leren sleutelhanger, die heb ik hier ook. Ja, die is dan weer 39 euro. Beetje jammer, hè? We hebben ook nog van die hangers, zeg maar, voor, die je dan zo kan lussen. En die heb je dan van kunststof, ook in het leer. 45 euro voor de leren en 35 voor de kunststof. Er zijn ook al accessoires voor de AirTag van andere merken. Maar daar kom ik aan het einde even op terug. Nou, je hebt een plastic kant, er staat niks op. Je kunt er wel, als je die via Apple, via de website van Apple bestelt, een inscriptie op ze laten zetten. Nee, dus initialen bijvoorbeeld. Roestvrij stalen kant. Nou, daar staat het Apple logo met je tekst. En super shiny. Ik heb wel al wat dingen gezien en gelezen over dat nou ja, misschien best wel snel kan gaan krassen. Dus zeker als je hem in je hoekzak houdt aan zo'n sleutelhanger met sleutels in de buurt. Nou ja. Maar goed, ja, het is een gebruiksvoorwerp. Hè? Ook wel handig, aan deze kant, de roestvrijstralen kant, ja, dat kun je indrukken. En dan kun je dat een beetje draaien. En hoppatee, dan zie je dat er gewoon eigenlijk een standaard knoopcelbatterij in zit. Zo'n CR2032. Ja, die verkopen ze ook bij de supermarkt. Hij is stof- en waterbestendig, de AirTag. Oh, hier, dan heeft hij weer spanning. En dat betekent in dit geval, hij is IP's 67, ja, moet ik het goed zeggen, hè? Natuurlijk, 67. En dat houdt in dat hij 30 minuten in een plas water kan liggen. Bijvoorbeeld als jij je sleutels verliest op straat en hij ligt toevallig in een plas water. Nou, dan moet je binnen een half uur moet je hem vinden, anders kan hij misschien stoppen met werken. Hij is dus niet, let op, niet waterdicht. Je kan er niet mee gaan zwemmen. Het in gebruik nemen van een AirTag is super simpel, zoals we van Apple zijn gewend. Je pakt een iPhone. En dit is trouwens die paarse. Oh, ik zal hem even laten zien. Of lila of violet, wat je wil. Ja, nou, het zou niet mijn kleur zijn, maar voilà. Ook een matching hoesje zit erbij. Donkerpaars. Hier heb ik iOS 14.5 op staan, wat hiervoor nodig is. De AirTag dan, die hou je bij de iPhone. En daar is die al. Kijk, dan zie je AirTag. Je klikt op verbind. Ik geef hem een naam, een label. Hè, waar ga ik deze AirTag voor gebruiken? Nou, ik doe bijvoorbeeld mijn rugzak. Ja hoor. Dan vraagt hij koppel AirTag aan je Apple ID. Tuurlijk, ja. Graag. Hè, daar is dan van... het mailadres van jou is dan bekend en het telefoonnummer. Dat vertel ik dadelijk uit. Dat kan heel handig zijn namelijk. Ga door. Ja hoor. Gaat even configureren. Mooi animatietje, zoals we wel gewend zijn, bijvoorbeeld van de AirPods. En voilà, hij is gekoppeld. Dan kan ik naar de Zoek Mijn app.
De AirTag wordt dus toegevoegd automatisch aan die Zoek Mijn app. Dat is de app waar je al je Apple apparaten kon traceren, zoals je iPhone, je MacBook of je AirPods. Waar je ook kon zien waar je vrienden zich bevinden, mits ze daar toestemming voor hebben gegeven natuurlijk. En hier nu onder het tabblad objecten staan de AirTags. Heb je een AirTag aan je sleutelbos gehangen bijvoorbeeld en ben je je sleutels kwijt? Dan ga je dus naar die Zoek Mijn app, zoekt in de objecten die AirTag op en je kunt dan nog kiezen om de AirTag een geluid af te laten spelen. Je kunt ook aan Siri vragen waar je sleutels zijn. Als je een iPhone 11 of 12 hebt, dan kun je zelfs nog nauwkeuriger zoeken met richtingaanwijzingen. En dat is dankzij de U1 Ultra Wideband chip die zowel in de AirTag zit als in die genoemde toestellen. Dat werkt trouwens ook met toegankelijkheidsoptie voice-over en met braille displays. Ben je buiten Bluetooth bereik en ben je sleutels echt kwijt, dan zeg je in de app geef op als verloren. En hier, uitgerekend op dit punt, hier komt de kracht van de AirTag pas echt om de hoek kijken. Je AirTag zendt dan een beveiligd Bluetooth signaal uit. Dat kan worden opgevangen door alle Apple apparaten die werken met het Zoek Mijn netwerk. Dat zijn dus alle iPhones, iPads, MacBooks, Apple Watches, AirPods, bijna 1 miljard apparaten wereldwijd. Dus als mijn sleutels langs het kanaal liggen en daar loopt iemand langs met een iPhone op zak, dan zal die iPhone, zonder dat de eigenaar daar iets van merkt, de locatie van die AirTag doorgeven naar iCloud. Jij krijgt vervolgens een melding en ziet op de kaart in de Zoek Mijn app waar je AirTag zich bevindt. Dit hele proces is anoniem en versleuteld. Zelfs Apple weet de locatie of de locatiegeschiedenis niet. Geweldig systeem. Nou hoor ik jou denken, zo van dus als ik een AirTag in iemands anders rugzak stop, dan kan ik die volgen. Nee, als een vreemde AirTag tussen jouw spullen ziet, dan ziet je iPhone dat, hè, wanneer je daarmee gaat bewegen, en dan krijg je daar een melding van. Als je daar niks mee doet, dan gaat die AirTag, die vreemde, na een paar dagen zelfs ook geluid maken. Maar maar als ik dan in de trein zit, met allemaal mensen om me heen met een AirTag en een rugzak? Nou, goede vraag, maar nee, dan is er niks aan de hand. Zolang die eigenaar van de AirTag in de buurt is van die AirTag, dan krijg jij geen melding. Laten we die zoek in de buurt functie maar eens even gaan testen. De cameraman heeft hier ergens achter mij een AirTag verstopt. Let's go. Oké, spannend. Oké, bagage van Erwin, ja, die zoek ik. En ik zeg zoek in de buurt. Oké, hij is op 3,7 meter. Ongeveer recht voor me ook. Dus ergens daar. Oké, ja. Warmer. 2,5, 2 meter, 1,5, rechts van je. In de buurt, hij begint ook een beetje te trillen. Dan zal die toch, vermoed ik, wel ergens hier moeten liggen. Nee, meer hier. 0,1 zegt hij. Ja, dit is wel een beetje gemeen, hè, van de cameraman. Tussen de... Waar moet ik de hoogte in of zo? Nee. Wacht eens even. Hé? Hier, zegt hij. Nee. Hier. Kun je dan toch hierin? Ah. Ja, hey, goeie, hè? Oké, dus hij kan toch wel degelijk ook een beetje de hoogte voelen. Ja. Heb eens. De AirTag werkt alleen met iPhones, maar ook Android smartphones, voorzien van een NFC-chip, dat zijn ze vrijwel allemaal, die kunnen helpen. Ik heb er hier een. Stel, een Android-gebruiker loopt langs het kanaal en ziet mijn sleutels liggen. Hij herkent dat het een AirTag is en als hij zijn toestel dan vervolgens bij die AirTag houdt, dan krijgt hij een boodschap te zien. Die boodschap kun je zelf aanpassen. Je kan er bijvoorbeeld je mailadres in zetten of een telefoonnummer, zodat de vinder met jou in contact kan komen.
De AirTag is trouwens niet 's werelds eerste objecttracker. Nee, de bekendste naam, en die zijn al trouwens een decennium lang bezig, is het Amerikaanse Tile. Bij Tile zijn de trackers doorgaans net even ietsje goedkoper. Ze hebben ook wat duurder hoor, maar... En meestal wel waterdicht. Tile heeft net als Apple een eigen netwerk waarin Tile-gebruikers onderling elkaar helpen spullen terug te vinden die buiten Bluetooth bereik zijn. Tile telt wereldwijd, best knap, 26 miljoen gebruikers. Concurrent Chipolo heeft er zo'n 5 miljoen. Dat zijn mooie cijfers, maar ze verbleken eerlijk gezegd bij die miljard apparaten in Apples Zoek Mijn netwerk. De kans dat jij je AirTag terugvindt is simpelweg groter dan voor een taalgebruiker. De enige die in de buurt komt is Samsung, dat begin dit jaar zijn Smart Tags introduceerde. Die werken met de SmartThings app. Van de circa 700 miljoen Samsung apparaten in omloop zijn er 70 miljoen aangemeld in dat netwerk. Bijna 3 keer het aantal deelnemers bij Tile. Niet geheel toevallig introduceert Samsung komende week een scanfunctie die vreemde smart tags in je directe omgeving detecteert. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iedereen met een iPhone het beste een AirTag aanschaft, iedereen met een Galaxy smart tags en de rest een Tile. Tile heeft wel trouwens recent Apple voor de rechter gesleept voor een vermeende machtsmisbruik in dit verband. Ja, ik ben geen jurist, maar en ik weet dus ook niet of Apples schaalvoordeel of platformvoordeel gelijk getrokken kan worden met machtsmisbruik. Apple heeft recent, en dat zal niet geheel toevallig zijn, zijn Zoek Mijn netwerk opengesteld voor derden. Chipolo bijvoorbeeld doet daar wel aan mee, maar Tile niet. Tot slot wat toffe AirTag accessoires, want naast Apple zelf zijn er verschillende merken hier meteen bovenop gedoken. Belkin verkoopt voor de AirTag ook een sleutelhanger en universele hanger, beide voor slechts €13,95. Nomad heeft een gave sleutelhanger met AirTag pouch en een handig brilsnoer met AirTag houder. Handig voor bijziende en vergeetachtige mensen. Spigen verkoopt een stoere sleutelhanger met karabijnhaak. En Moment, een van mijn favoriete merken voor iPhone Gear, biedt een aantal mounts aan die je in je camerakoffer kunt plakken bijvoorbeeld. Er zullen vast nog heel veel accessoires gaan volgen. Waar zou jij een AirTag in stoppen of aan bevestigen? Laat me weten in de reacties, vind ik hartstikke leuk. En dan zie ik jou in een volgende video. Bye!